en welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdagavond. Genoeg te bespreken in het voetbalgebied hier over Feyenoord natuurlijk en ook over Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. En dat doen we met Geert den Oude, Dennis van Eersel en Jondal Thomasson. Welkom heren. Heb je vragen aan, zo kan je die stellen via ons Facebook-account RTV Rijnmond Sport. Stel de vragen onder de uitzending, leg ze hier gelijk voor. Ja, laat maar gelijk beginnen met het nieuws van vandaag. Jon, de zoektocht kan weer opnieuw beginnen bij Feyenoord naar een nieuwe trainer. Ben je al gebeld door Martin of niet? Nee, ik ben zeker niet gebeld. Maar het lijstje wordt steeds korter natuurlijk. Nu Dick heeft afgezegd. Ja, hij heeft afgezegd. Ja. Heeft het je verbaasd? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, dat is natuurlijk wel een wijs veel gezeik geweest. En, gezeik geweest? Hij zit in Utrecht, heel veilig. Ja, maar volgens mij, op een gegeven moment heb je ook een leeftijd. Dan ben je een beetje klaar met de gezeik. En, als je 71 bent, ben je er klaar mee? Nou, in ieder geval is er heel... Het is best wel veel negatief geweest, vind ik. Dus ik vind maar vond je het terecht, het negatieve sentiment over Dick Advocaat? Nou, je moet natuurlijk altijd afvragen als club. Je moet een trainer binnenhalen die een visie heeft, een bepaalde werkwijze. En die moet bij de club passen. Mm-hmm. En nog belangrijker eigenlijk, gaan we de club verder kunnen helpen? Of goed samenwerken, dat de organisatie versterkt wordt. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Zag jij vandaag, Dennis, bij Feyenoord een soort van teleurstelling dat advocaat nee had gezegd? Nou ja, nee, geen teleurstelling. Niet zichtbaar in ieder geval. Hè. Kijk, hij was een van de kandidaten, dat is duidelijk. Er is een oriënterend gesprek ook geweest met advocaat. Ze ontkennen dat het al zo ver was dat hij alleen maar ja hoefde te zeggen. Maar hij past ook niet helemaal in het lijstje van Geel. Hè. Er waren ook punten op aan te merken. Dat is ook wel gebleken met alle kritiek die er was. Dus ja, door naar de volgende. Ja, Geert, wat is het volgende op het lijstje? Want omdat jij hier nu zit, Jon, maar echt, het is Sharil Reyna, Legend Thomasson, Ronald Moerman, mee eens Jondal Thomasson door Feyenoord, Anker Vines, Jondal mag best trainer worden. En we zijn nog geen minuut bezig. Als dit een soort van landelijke actie wordt, dan soort red Feyenoord met Jondal of zo wordt het zometeen. Maar wat moet het worden bij Feyenoord nu? Nou ja, in principe zou hij daar wel in passen, alleen... Hij geeft zelf aan dat hij niet wil. Dus Feyenoord moet heel gauw verder gaan zoeken naar iemand anders. Maar naar wie dan? Wie is dan de volgende in het lijstje? Want Van Geel heeft afgezegd. Dat weet ik niet. We hebben hier natuurlijk een aantal weken het al over Henk Vrezer gehad. Nou ja, dat is aan Feyenoord om daar wat mee te doen. Voor de rest, weet je wat ik bijzonder vind? Dat Feyenoord gewoon niet gewoon aangeeft, heel duidelijk, dat ze in gesprek waren met advocaten, dat geheimzinnige gedoe. Weet je, is het dan erg dat je zegt, nou, we willen graag die trainer hebben, daar gaan we mee praten. Nou, heeft advocaat afgezegd. Nou ja, ook prima. Maar Van Geel heeft een lijstje neergelegd en daar past de advocaat in principe niet in. Dus dat vond ik al vreemd. En nu moet Feyenoord weer een nieuw lijstje in gaan zetten. Past er wel in, toch? Met ervaring, internationale ervaring. Maar het ging om trainer voor de toekomst. Nee, oké, dat klopt. Dat vind ik een vrij essentieel iets. Nou is het wel zo dat Martin Van Geel al een aantal keer heeft afgeweken toen die tijd dat hij Van Bronckhorst aanstelde. Nou, dat is goed. Dat heeft goed uitgepakt. Op een groot aantal punten. Maar dat was weer niet wat Van Geel wilde. Dus wat wil Feyenoord nou? Maar laten we even kijken wat Ik vind het wel dat Van Geel bij advocaten komt. Dat is natuurlijk een veilige keus. Ja. Ze kennen elkaar. Dik advocaat heeft Gio, hoe lang geleden is dat? Drie jaar geleden. Enorm geholpen. De club geholpen. Mm-hmm. Dus zij weet hoe hij werkt. Ze kunnen samenwerken. Dus dat vind ik een vrij veilige keus. En een logische keus eigenlijk. En precies wat jij zegt, is natuurlijk op zich voor andere dingen werken met jonge spelers. Ja. Dat is de minpunten. Ja, maar het idee was natuurlijk een beetje dat advocaat daar zou komen om Kuyt op te leiden om hoofdtrainer te worden een jaar later. Dat vind ik al geen slimme keuze om Dirk Kuyt naar voren te schuiven. Weet je, Van Bronckhorst heeft het goed gedaan, maar dat is niet zo dat trainers zonder ervaring het opeens zo gaan brengen. Maar misschien dat de eerste keuze Peter Bos nu ineens in Duitsland zit, noem maar wat. Maar waarom is Peter Bos? Ja, ik wil graag in een hele grote Bentley rijden. Dat zou mijn eerste keuze zijn. Maar ja, daar moet ik wel de centjes voor hebben. Maar Skoda is ook leuk, toch? Ja, nee, ik wil Peter Bos hebben, maar als je daar het geld niet voor hebt, dan kan je dat wel blijven roepen. Maar dat vind ik niet reëel. En dit soort planningen ook in de voetballerij, hoe vaak werkt het nou daadwerkelijk? We hebben het recent in het klein gezien bij Dordrecht. Met Scott Calderwood die misschien zou doorschuiven op Remmet. We hebben het in het groot gezien bij het Nederlands elftal en hoe dat is uitgepakt. Ja, dat werkt vaak in de voetballerij. Tot niet, het is zo'n opportunistische wereld. Ja. En dan ga je op die manier plannen. Ik geloof daar niet in. Nou, laten we eens kijken vandaag in Utrecht. Want er was natuurlijk een wekelijks perspraatje. Utrecht speelt dit weekend tegen PSV. Maar ik denk dat Dick Advocaat daar weinig over gesproken heeft. En dat het vooral ging over Feyenoord. Het irriteert me maatloos dat er zo'n negatief teneur is over mij. En dan zeg ik, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar je voelde je ook vereerd dat je Feyenoord kon? Je was vereerd dat ze je vroegen, toch? Nou, ik vond, als ik heel eerlijk ben, vond ik het ook niet meer dan logisch.
kwam. Gezien wat zij wilden hebben, laat ik het zo zeggen. Een ervaren trainer. Ja, dus dan is het logisch dat ze misschien niet zozeer de leeftijd, maar wel de ervaring. Nou, als je zegt, bij wijze van, ik vind advocaat te oud, ga ik met je mee. Maar daarnaast kan je op zich weinig zeggen over mijn carrière, vind ik zelf. Nogmaals, het is een grote club, maar ook een verschrikkelijk moeilijke club, heb ik ook gezegd. Er moet ontzettend veel gebeuren, dat weet ook iedereen. Nou, daar moet je lekker in voelen. Nou, op dit moment zeg ik ook, het is een momentopname dat ik beslis. Maar op dit moment zit ik niet goed in mijn vel daarin. Dus dat is ook duidelijk. En dan irriteert me alles. Zo. Maar heeft de advocaat zoveel kritiek gekregen dan? Het is toch nou, meer, want dat... Nee, het verhaal was natuurlijk dat toen bekend werd dat advocaat kandidaat was, dat iedereen in elk praatprogramma ging het erover. Je weet dat ik advocaat elk praatprogramma nakijkt, ook wat er wordt gezegd. Ja. En ook de supporters waren nou niet zo enorm positief. Ik bedoel, dit weekend hoorde ik bij Radio 1, bij Langs de Lijn, dat is een poll. 30% en overal werd gepolt, zeg maar, om te vragen, wat is dan de vraag, zeg maar? De mensen, 30% zeg maar, leuk dat hij komt, weet je wel? Niet een volle 100%. Nee, omdat mensen ook zien dat Feyenoord misschien een trainer voor de lange termijn nodig heeft en wat ze ook willen. En dat het mensen misschien ook niet begrijpen waarom advocaat dan een kandidaat is. Ja. Maar goed, er moet doorgeschakeld worden. Trouwens, bij ons was ook 89% tegen advocaat de Paul van Rijnmond. Dus dat is ook wel frappant. Ja. Hij zegt, het is een moeilijke club. Ben je het daarmee eens, John? Ja, dat lijkt me ook. Tuurlijk is het een moeilijke club. Het is een grote club. Veel mensen vindt Feyenoord een geweldige club. Ja, de kranten, de televisie staat er helemaal vol van. Je moet zeker een stoot kunnen als Feyenoord trainer, dat is logisch. Je moet om kunnen gaan met wat grotere spelers ten opzichte van een wat kleine club. Maar ja, dat is Feyenoord. Ja, dat hoort erbij, vind jij, ja. Zeg jij. Ja. Jij bent niet zo van onder de indruk wat dat betreft, hè? Of wel? Nee, ik ben niet onder de indruk. Nee, ik ben gewoon reëel. Dat is een onderdeel van het vak. Dat is een onderdeel om Feyenoord te zijn. Dit is een grote club. Ja. En logisch, in alle opzichten. Maar is het niet zo dat de meeste clubs, grote clubs waar het moeilijk is, die hebben de organisatie niet goed op orde? Kijk nou bijvoorbeeld naar Barcelona. Weet je, Barcelona is een hele grote club, maar heeft de organisatie wel op orde? Dan hoor je eigenlijk weinig gezeur. Ja, wel eens met een voorzittersverkiezing. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Ajax, een grote club, hebben de organisatie niet op orde, een hoop gezeur gehad de afgelopen tijd, dan wordt de club snel moeilijk. Ja, het is wel belangrijk om eentje te vinden dat die heel goed kunnen samenwerken met de organisatie, met de rest van de mensen. Omdat Feyenoord gechilld maar op een hoger niveau. Ja. En dat is goed samenwerken. En dat doe je natuurlijk niet alleen, dat moet je met een aantal mensen samen doen. Mm-hmm. Ja. Kijk naar Bayern München, ja. Ja. Ook een grote club, hele duidelijke lijnen daar. Gaat hartstikke goed. Nou, gaat dit seizoen wat minder natuurlijk. Ja, maar sportief kan het een keer minder gaan. Maar dan wil je niet zeggen dat je een moeilijke club bent. Er zijn veel vragen zeg maar, binnengekomen. Ook, jij zegt in het begin van de uitzending, ik wil het niet. Of ik word het niet, Feyenoord. Ik ben niet gebeld in ieder geval. Zou je het wel willen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een ambitieuze trainer. Net als veel trainers zijn. Ja. Ik heb de top bereikt als voetballer. Ik wil ook de top bereiken als trainer. Feyenoord betekent heel veel. Mm-hmm. Maar ik zit nu bij de Deense Bond. Ja. Dat lijkt me wel logisch dan. Ja, maar dan ben je assistent bondscoach. Ja. Ja. Dus dat is nog niet de top bereiken, zeg maar. Dat is nog niet de top bereiken, nee. Maar die staken af en toe zelfs, weet je. Dus ja. Dan weer lekker vrij. Ja, dat weer. Wel nummer 10 in de wereld. Als je de top wil bereiken en als Van Geel belt, zeg je dan ja of nee tegen hem? Of zeg je dan van, nou weet je wat, ik blijf bij de Deense Bond? Nou, dan moet hij even een STM nummer krijgen, denk ik. Ja, misschien moet je even de nummer door eens missen. Zou ik het doorsturen? Maar zou je dat willen? Zou je het willen? Zou je Feyenoord willen? Vind je dat je klaar voor bent? Nee. Het is belangrijk is natuurlijk dat je goed moet kunnen samenwerken. Zeg. Je moet zeker een stoot kunnen. Ja. Feyenoord is een moeilijke club, uiteindelijk. Maar ik zit goed bij Denemarken op dit moment. Ja. Ja, dat is antwoord genoeg, denk ik. Ja, dat is antwoord genoeg, denk ik. Maar heb je het idee dat je de opbouw die je in je carrière wil, je hebt natuurlijk Excelsior gehad, de Roda gehad, dat dan na een Deense Bond dat dan een topclub zou kunnen? Heb je dat gevoel zelf? Of zeg je, nou, ik wil eigenlijk nog 2 jaar misschien bij een Heerenveen trainen voordat ik naar een club als Feyenoord ga? Nou, de kern voor de beroep blijft natuurlijk hetzelfde. Structureel een ploeg ontwikkelen. In Nederland is een opleidingcompetitie, dat moet je ook niet vergeten. Je moet spelen maken. Die moet je kunnen verkopen. Je moet winnen. Je moet spelen kunnen bieden. Feyenoord te weinig gedaan de afgelopen jaren? Ja, dat zeg ik niet. Maar ik vind wel dat als je naar de Kuip gaat, dan moet je spelen kunnen bieden. En dan moet je dominant zijn met bal en zonder bal. Wordt altijd gevraagd bij Feyenoord, er moet hard gewerkt worden. Je moet ook voor voetbal kiezen. Hard werken is een onderdeel van het leven. Dat is vrij normaal, lijkt me. Maar je moet ook voor voetbal kiezen. Mm-hmm. Maar je zegt, dus als je bijvoorbeeld, zoals jij gewend bent, in de top te voetballen. Het is ook vaak moeilijk, zie je vaak bij voetballers die zo hoog gevoetbald hebben, zoals jij, om uit te leggen aan spelers die op een minder niveau spelen, wat ze moeten doen.
Nou, dat is denk ik, dat is ervaring van elke persoon. Je moet natuurlijk jezelf kunnen goed aanpassen. Dan kunnen Denen in een... Ja. Denen zijn heel makkelijk, hè? Die aanpassen, een kleine land. Ja. Nederland eindelijk ook, ook ja. Een kleine land. Zijn ook een verkoperland, net als Denen, maar handelsland. Dus die moet je ook kunnen aanpassen. Maar, ja. Maar eigenlijk zit hij ook wel een beetje het verhaal in de visie, wat John net al een paar keer heeft aangehaald. Dus de visie van Feyenoord heeft advocaat ook niet kunnen overtuigen om te komen en te zeggen, weet je wat, in de zomer is alles anders. Nee, maar ik heb een Feyenoord, je zal ook de jeugd moeten inpassen die er nu zijn. En natuurlijk, Feyenoord zal vast wel wat halen, want er gaan wat spelers weg. En misschien vertrekt Vilena nu eindelijk een keer, Van Persie stopt, dus er zal wat bijgehaald ook gaan worden. Maar je mag ook verwachten, het is een van de speerpunten van Feyenoord, dat je ook jeugd inpast en doorgroeit. Hè. Het staat zelfs in het beleidsplan opgenomen. Daar staat advocaat nou niet echt bekend om. En je hebt ook als Feyenoord trainer heb je wat krediet nodig. En dat blijkt toch wel heel erg dun te zijn bij advocaat gelijk. Dus dan... Ja, is het logisch om dat niet te doen. Hè? Kijk naar de trainers die de laatste jaren hebben gezeten. Giovanni van Bronckhorst, eerste jaar. Hoeveel trainers hadden dat overleefd? Hè? Als je dat krediet niet hebt. Ja. Hoeveel trainers hadden er na 7 nederlagen op rij blijven zitten om vervolgens kampioen te worden en wat bekers te winnen nog? Ja, gezien met Verbeek toch in het verleden hoe snel die eigenlijk weg was? Ja, Verbeek en Fred Rutte heeft het één seizoen volgehouden. En eigenlijk de trainers die er wat langer hebben gezeten zijn toch vaak trainers geweest die... wel enige binding met Feyenoord hadden of een verleden met Feyenoord dat is dus, moet het profielschetsen zijn dat het dus een trainer moet zijn die binding heeft gehad met Feyenoord in het verleden om dit vol te kunnen houden of niet? Want dat zeg je nu eigenlijk bijna. Nou, dat is wel waar. Dat zeg ik. Het zit niet in de huidige profielschets. Maar als je kijkt naar het verleden van Feyenoord, wie hebben het wel en niet gered? Tuurlijk, altijd op basis van resultaten. Ja. Maar wie hebben de meeste krediet gehad in tijden dat het tegen zat? Dan weegt dit vaak bij Feyenoord wel mee. Dus dan kom je toch weer in die hoek van oud-spelers als Frezer, Van Wonderen, die ook dan nog wel eens op lijst staat. Thomasson wordt op lijstjes gezet. Dat is dan het rijtje waar ja, het lastige hiermee met die name-dropping is altijd is hartstikke leuk om te doen. Ik doe er graag aan mee, maar ja, hoe vaak hebben we die mensen zoals Kees van Wonderen? Ik heb hem niet vaak genoeg zien trainen om nou te kunnen zeggen, ja, dat is een goede trainer. Ja. Nou, allemaal, de namen die buiten Frezer zijn het allemaal, nou dat is niet waar, niet alleen maar. Maar er zitten, na Van Bronckhorst en Van Wonderen bijvoorbeeld, ja, hebben weinig, toen zij begonnen bij Feyenoord, weinig lang een club getraind. Maar dat heeft Van Bronckhorst ook niet gedaan. Dus nee, dat weet ik. Maar dat is het geluk van, maar de andere trainers die... Precies, zeg je heel goed, dat is het geluk van Martin van Geel. Ja, weet je, dat hij na een jaar heeft hem laten zitten en het is zo gegaan. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk van de gekken, als je trainers hebt die wel ervaring hebben, nou kijk naar Adrie Poldervaart, weet je, die heeft 20 jaar ervaring en die komt hier nu eindelijk, weet je, dat is een andere traject naar een trainer. En je kan natuurlijk wel een perspectief plaatsen, zoals dat je een jongen haalt die een jeugdelftal getraind heeft en die zet je voor een eerste elftal neer. Dat is echt een groot verschil. Ja, maar wat Feyenoord natuurlijk wil, wat ze hebben gehad met mannen als Koeman, heb je natuurlijk een grote naam gehad van Bronckhorst, ook als speler een grote naam gehad, die wil ook uitstraling hebben. Je kan niet aankomen met Ruud Brood toch, of zo? Ja, noem maar even wat. Nee, en dat is zeker niet zo. Niks te nadelen van Ruud Brood zijn trainingsmethode. Maar zeker niet. Als je een selectie hebt die niet goed genoeg is om voor het kampioenschap te spelen. En dat is wel waar de mensen in Rotterdam eigenlijk op zitten te wachten. He, Feyenoord heeft in de afgelopen jaren de financiële crisis overleefd. Ze zijn er langzaam uitgeklommen, zijn kampioen geworden en willen daar blijven. Nou, als je nu naar de huidige selectie kijkt... Is dat heel lastig en dan kan je straks een trainer laten komen en dan valt het tegen. Dat is dit jaar Feyenoord ook tegenvalt en dan moet je de trainer weer eruit gooien. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk om een bepaalde speelwijze te hebben, een bepaalde visie. Ja. Je moet spektakel kunnen bieden. Ja. Precies wat je aangeeft, dat zijn niet de beste selectie en dan moet je iets anders bieden. Maar met spektakel moet je toch wel ook de selectie ervoor hebben. Ja, maar ik denk 9 vanuit de 10 keer of misschien bijna elke wedstrijd. Heeft Feyenoord de beste selecties op het veld staan. Ja, zo op papier wel, ja. Maar dan gaat het om het spel natuurlijk. Dan gaat het om het spel en de visie. Ja. En meneer verwerken. Ja. Ja. En dat moet natuurlijk getild worden op een hoger niveau. En hoe doe je alleen dat? Alleen op de een of andere manier. We hebben natuurlijk de wedstrijd tegen Ajax gezien. Waar iedereen lovend was. En inclusief mezelf. Genoten van de wedstrijd. En dan vorige week Excelsior. En denk je, hoe is het in godsnaam mogelijk? En eigenlijk... Ja. Hadden we het erover. Nou, binnen een paar weken zal het alweer gebeuren. En het gebeurt weer, weet je. En dat is ook iets... Waarbij Feyenoord echt wel iets moet veranderen. Zullen we eens gaan kijken wat er deze week allemaal nog meer gebeurde? Nou, dat zie je in de week. Excelsior-verdediger Robin van der Meer besliste zondag in de laatste minuut de derby op Woudestein tussen Excelsior en Feyenoord. Sindsdien staat zijn telefoon rood gloeiend. Nee, ja, heel veel berichtjes, vrienden, oude trainers uit de jeugd. De glazen wassen vanochtend. Ik heb berichtjes gekregen dat ze de tribune willen veranderen van naam. Heel veel Feyenoorders die er ook niet heel erg blij mee waren. Had je ook niet... weer een bericht. Ja, weer een bericht, ja. Dat is mijn zaak, maar die wacht maar. Met al die clubs ineens. Dan naar Feyenoord, want Dick Advocaat was de gedoodverfde opvolger van Giovanni van Bronckhorst.
Dick hoeft alleen nog maar ja te zeggen. Maar hij heeft inmiddels Feyenoord afgezegd omdat hij alle negatieve berichtgeving rond zijn persoon beu was. Hij is al op leeftijd, 71, 72. Advocaat is ook wel een driftkikker. Te oud. De maniertjes van advocaat langs de lijn, ja, die storen mij mateloos. En door al die kritieken dus geen advocaat in de Kuip. Maar wie moet dan de nieuwe trainer van Feyenoord worden? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. We hebben Van Geel voor, zeggen ze. Noem dan een Henk Vrezen, noem een Maurice Stijn. Ik kijk naar Marco van Basten. Ik denk dat Martin goed genoeg is om zelf een keuze te maken. Het feit dat, dat Feyenoord bij advocaat uitkomt, betekent dat Feyenoord dat zelf ook niet weet. Wat vinden de spelers eigenlijk van al die onzekerheid over de nieuwe trainer? Je weet, het is voetballerij. Er kunnen altijd zulke soort dingen gebeuren. Ja, dit duurt ook eigenlijk veel te lang dit. En wat ik zei, we hebben ook in de kleedkamer tegen elkaar gezegd dat het niet mag. Maar... Bij Feyenoord wordt er dus in de kleedkamer met elkaar gesproken. En dat is nou net het probleem bij Sparta. Bij Sparta durft niemand elkaar aan te spreken. En dat zou wel eens de verklaring kunnen zijn waarom Sparta in 2019 nog geen wedstrijd heeft gewonnen. Ja, dat is denk ik omdat we gewoon een hele goede band met elkaar hebben. Dat we elkaar niet de waarheid durven vertellen. Maar ik denk dat het juist wel moet. Als je echte vrienden moeten elkaar gewoon de waarheid kunnen vertellen. Dit is de waarheid! 100 jaar geleden in mijn tijd stond er ook wel eens een stoeipartijtje. Maar over het algemeen werd elkaar wel de waarheid verteld. Echte toppers die vertellen elkaar de waarheid. En soms kan dat best wel confronterend zijn. Want soms moet je gewoon de waarheid zeggen om iemand beter te kunnen maken. Hoe vertel je iemand? Wouter Gudde vertelde Excelsior pas echt de waarheid. Dat de aarde niet meer rond is en de liefde die hij voelde binnenkort verdwijnt. Want hij wordt komend seizoen de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. Ik had geloof ik 490 appjes gekregen. En echt heel veel reacties en ook gelukkig heel veel leuke reacties. Ook niet onbelangrijk. Het was wel nieuws geloof ik, ja. 490, die heb je onmogelijk allemaal kunnen lezen, toch? Dat heb ik wel gedaan en daardoor sliep ik vannacht pas om 1:30 en ik heb ze ook allemaal beantwoord. Omdat we, ja, dat vind ik wel bij mezelf horen. Oh, even kijken of ik dat antwoord heb gekregen trouwens. 490 zaakwaarnemers. 490 zaakwaarnemers. Ja, precies. Wouter Gudde naar Groningen. Mooie klappen, plakken, knipwerk ja? Trouwens. Ja. Ja, dat is goed hè. Dat gaat ook goed in. Wouter Gudde naar Groningen, dat is wel een aderlating toch voor Excelsior. Jij hebt wel gewerkt. Ja, ik heb samen met hem gewerkt en het is een ambitieuze jongen. En, hij heeft het verdiend. Ze hebben uitstekend gedaan met Veer de Haan. Mm-hmm. Hij is toe aan iets anders. Veer de Haan ook, vind ik. Vind je Veer de Haan ook toe aan iets anders? Ja. Gaan we op een hoger niveau? De hele basis van die club weghalen? Nee. Ik heb zelf Excelsior meegemaakt. En ja. Ik kom ook graag vaak mijn kinderen spelen bij Excelsior. Ik vind het een geweldige club. Maar ja, hun heeft uitstekend gedaan met z'n tweeën. Ja. Ja. En wat laat hij achter? Nou ja, een club die er beter voor staat dan voordat hij erin stapte. En dat verdient hij. Het was echt een twee-eenheid, hè. De Haan en Gudde. Daar verdienen ze absoluut de credits voor. Hè. Stadion is uitgebreid, stadion zit voller, business club is gegroeid. Dus dat is heel knap wat ze daar hebben neergezet. Ja, ik zie de kop nu boven het artikel al staan. Thomasson, De Haan verdient ook een volgende stap. Dus dat betekent dat het bestuur gelijk morgen een crisis bij elkaar komt, Geert, om Ferry een volgende contractaanbieding te doen? Ja. Dat zou kunnen, maar weet je, iedereen die het heel goed doet, die is tegenwoordig interessant. Dus als ze ver iets goed doet, dan gun ik hem ook. Maar er zijn genoeg clubs nog vrij ook, hè, wat dat betreft. Er zijn genoeg clubs die nog een directie zoeken. Ja, nou ja, Heerenveen. Ja, Heerenveen. Weet je, Willem als voorbeeld. Volgens mij, ja, er zijn overal onrust. En dan kom ik weer terug. Ja, wanneer presteren clubs goed als er in het bestuur van boven naar beneden rust is? En nou, er zijn heel veel clubs waar het gewoon niet goed geregeld is. Overigens, het is natuurlijk ook wel, jij bent weggegaan bij Excelsior en daarna naar Roda, Van der Gaag is weggegaan, Dijkhuizen is weggegaan. Het is weggaan bij Excelsior is nog wel lastig in de vervolgstap, hè? Want het is daarna voor trainers ook moeilijk gebleken om net zo succesvol te zijn. Wat is dat? Nou, natuurlijk, je kunt niet elke situatie met elkaar vergelijken, überhaupt niet. Nee, maar bij Excelsior is er rust, je kunt goed samenwerken en met name ook zo op zich voor de buitenwereld is er rust. En we vergeten allemaal altijd, Excelsior, ja, dat heeft een lage begroting. Ze hebben ook een lage begroting, ja. Maar ze hebben best wel heel veel ervaring. Dus de selectie is goed samengesteld, zo op zich voor heel andere ploegen. Ja, ze hebben dus een ervaren selectie en dat is wel een basis waar je op voort kan. Ja, dat is wel een goede basis, zeker in de Eredivisie. Omdat de Eredivisie is steeds een opleidingcompetitie. Dus er wordt veel fouten gemaakt en je ziet toch wel dat er... De drie ervaren jongens bij Excelsior. En Excelsior is een team waar niet zoveel buitenlanders in spelen. Dat is ook een rol, ja. Dus jongens van buitenaf die aan moeten passen. Kijk, naar Willem II halen weer een paar Grieken. En kijk even, en als je naar de selectie van Excelsior kijkt, ik denk dat daar de minste
andere nationaliteit in zit. Of de, nou ja, laten we het rijtje doornemen. Je hebt Edwards uit Engeland, Omerson, Andersson uit IJsland. Er is een Duitser bijgekomen, Eckert. Ja, er zijn er wel. Maar nou, laten we toch 5 houden of 6. Ik vind het allemaal prima. Maar kijk even naar de selecties van de andere ploegen. Ik denk dat we wel richting de 10 gaan. Ja. En met name rust. Rust, hè? Rust moeten we niet vergeten. Dat is wel basis. Dat is heel, heel belangrijk. Je zei net qua organisatie. De organisatie moet rust zijn. Moet rust uitstralen. Ja, dat komt ook goed op het veld. Ja. We gaan nu even naar ons rustpuntje in de uitzending. Want een paar weken geleden heb je het aangekondigd. 1 keer per maand gaan we op pad met Royston Drenthe. En dan gaat Frank Stout mee met Royston om te kijken wat Royston allemaal doet. Levert prachtige televisie op. Zeker als Royston gaat voorlezen op de basisschool. Goedendag. Hè? Goedendag, kindertjes. Hallo. Hoe heet jij? Ik ben Royston. Ga jij naast mij zitten? Nee, toch maar niet? Ik weet nog wel wat het in mij losmaakte als klein jongetje. Als mijn moeder een spannend boekje ging voorlezen. Of een verhaal. Een verzonnen verhaal, om het zo maar even te zeggen. Youssef, kijk eens. Wat zie jij hier? Wat zie je allemaal hier? Ik keek heel graag naar Assepoester. Of naar, hoe heet die muizen nou, joh? Wacht even, waren muizen? Nee, geen Mickey Mouse. Hoe heet die dingen nou, joh? Hoe heet die muizen ook weer, die dikke film met die muisjes? Nee, stop maar. Lady and the Vagabond. Dat is helemaal geen muis. Nee, maar wacht nou eventjes. Komen daar geen muizen in voor? Die bolle muizen en die... Nee, Lady and the Vagabond, dat zijn sowieso honden, dat weet ik. Maar ik wil weten of daar die muizen in voorkwam. Is het toch Assepoester? Ik vind het best. Dit meisje lijkt op jou? Ja. Heeft dezelfde haartjes als jou? Ja. Zie je? Hetzelfde haartjes, hè? Ja, zoals. Ben je goed als vader? Oh, ik denk dat ik zeker niet perfect ben, maar ik denk dat ik wel mijn best doe in dat opgeval. Ik denk dat er ook geen perfecte vader bestaat. Op het moment dat je jezelf de perfecte vader kan noemen, denk ik dat er toch iets los is. Maar ik denk dat liefde bepaalt. En op het moment dat je jezelf kan laten gelden als vader, dan denk ik toch dat je op de goede weg bent. Dat is Ibi. Zo heet dat meisje. Ibi? Ja. Ik wil buiten. Hoe heb jij dit geleerd? Want jouw vader is natuurlijk op jonge leeftijd overleden. Klopt. Stiefvader. Ja. Ja. En een moeder die altijd kort erop zat. Tantes. Die altijd eigenlijk vrij papa en mama voor mij waren. Nichten. Eigenlijk, ik ben heel erg opgegroeid tussen vrouwen. En die vrouwen hebben zich eigenlijk altijd om mij bekommerd tot de dag van vandaag. Kan je het een beetje volgen, schat? Wie vind jij het mooiste op dit plaatje? Wijs maar aan. Oh, dat meisje, die lijkt een beetje op jou. Oh, daarom vind je die het mooist? Oké. Okay. Als je kleine kindjes hebt zoals dit, dan... elke keer als je maar weer aankomt, waar dan ook, dan is het eerste staan ze kijken. En dan is de reactie van, hé, die ken ik. En dan is het, papa! En dan is het gewoon weer... Ja... Is jouw papa niet lief? Nee. Nee? Het is een bepaald warmtegevoel. Zo'n kindje voelt dat dan eigenlijk vanaf de eerste dag dat ze geboren wordt van... Hey, dit zijn toch de mensen die mij hebben gemaakt. Dus dit is mijn vader. Dat is mijn moeder. Ja, het is heel gek om te zien, maar het is toch echt pure natuur. Kom weer, geef papa eens een kusje. Ja, jouw papa is lief, hè? Ja. Ja, tuurlijk, meisje. Ja, ja, zeker. Koken. Ja, lieve schat. We moeten koken. Ga jij koken? Ga jij lekker koken? Dan kom ik straks eten, oké? Oké. Ook belangrijk. Ja. Er moet gewoon gegeten worden om 6 uur, hè? Als hij nou stopt met voetballen, kan hij altijd nog een kinderopvang beginnen. Nou, het was bijna de hele familie Drenthe, geloof ik. Want hij heeft zelf inmiddels ook 6 kinderen volgens mij. 6, 7 kinderen. Nou, die zaten er allemaal. Fantastisch dit. Waar gaan we volgende keer naartoe, Frank? Even luisteren in mijn oortje. Waar gaan we volgende keer naartoe met hem? Zoetermeer Clinic. Nou, dat wordt ook wat. Ik ben benieuwd wat dat dan gaat opleveren. Royston op pad. Hey jongens, Twente vanavond tegenstander van Sparta. Het is wel een beetje een wedstrijd van aanhaken of afhaken voor Sparta. Hè? Dat zeggen ze op het kasteel zelf ook. Frezer en Rahi, die interviews die op onze website terug te zien zijn. Als je nog mee wilt doen in die titelrace, dan moet er gewonnen worden. Dan moet het gat verkleind worden nu. Dan kunnen er in die slotfase misschien nog dingen gebeuren. Maar als je nu niet thuisgeeft, opnieuw. Sparta heeft het hele jaar nog niet gewonnen natuurlijk. Dan is het wel klaar, zo eerlijk moet je zijn. Nou, we zitten hier aan tafel met 2 ex-voetballers. Nou, we hoorden net al in de week
Dus we durven elkaar niet de waarheid te zeggen in de kleedkamer. We zijn meer vrienden. Ik dacht dat het vriendenploegen, dat is een beetje utopie in voetbal. Maar dat bestaat kennelijk bij Sparta. Wat moet je daaraan doen om dat te doorbreken, jongens? Nou ja, in ieder geval, de trainer moet heel erg duidelijk zijn. Kijk, op het moment dat je elkaar niet de waarheid durft te vertellen, moet de trainer daarop ingrijpen. En die moet beslissingen nemen en laten zien waar het aan schort. En dan is het uiteindelijk aan de hardheid van de jongens zelf, aan de mentaliteit, of ze dat kunnen opbrengen. Maar is het nou het verhaal opbrengen? Van iemand die 20 jaar geleden betaald voetbal is gegaan en die dit nu ziet? Want volgens mij is de jeugd ook wel wat veranderd daarin. Kijk even naar Jon. Oh, je hebt... De jeugd is veranderd. Het gaat ook over niveau. Mm-hmm. Dus de ene hoogste niveau. Dus er zijn niet toppers, überhaupt niet. Het zijn prima spelers. Heel goede speler voor Sparta. Maar meer ook niet. Ja. Te houden in, te hebben een aantal dingen niet. Maar kwaliteit. Dus jongens zeg maar die de top halen, en dan kijk even naar jou, wat je hebt gespeeld, overal wat je hebt gewonnen. Dat zijn mensen die wat egoïstischer zijn, die dus eerder ingrijpen op bepaalde momenten. Of... Nou, dat is natuurlijk iets te doen met mentaliteit. Onze opleiding, onze sociale netwerk en eigenlijk ook ja, hoe Nederland in elkaar zit ook. We zijn echt we zijn te veel aan het polderen, is dat het? Nou ja, ja, sowieso. Het enige wat ik verschil is, en dat wordt misschien niet gelijk serieus genomen, maar... De jeugd van tegenwoordig communiceert natuurlijk op een hele andere manier met elkaar. Hè? Die communiceren via het mobiel tot in extreem toe. Ja. En in de tijd dat wij jong waren... Belden we elkaar nog? Belden we elkaar, precies. En dan kreeg je eerst de vader of moeder aan de lijn. En eerder dat je elkaar aan de lijn had, dat duurde dat eventjes. Hè, dus de manier hoe direct tegen elkaar zijn... Ja, mensen verschuilen zich veel meer achter hun mobiele telefoon. Dus het zal moeilijker voor mensen zijn, voor jeugd zijn, om dingen tegen elkaar te zeggen. Ja, en dus moet Henk Vreese daar wat mee gaan doen. We gaan nog even naar de vlog van Helene, jongens, op het einde van deze uitzending. We zijn er al bijna doorheen. Ook met de mobiel. Ik denk dat Helene ook met de mobiel aan het filmen is. Eens kijken waar ze terecht is gekomen. Dicht, hey, Benne. Ik word echt afgeleid door Julio. Onder het genot van een deuntje van Julio, hoe heet je ook weer? Iglesias. Ga er maar gelijk in. Kampioenschap van 99. Ja, dat hebben ze hier gevierd natuurlijk. Dat bedoel je? Wie? De selectie. Ja, ik weet het wel, maar de rest niet. Weet nou, je. Nou, de selectie heeft dat hier gevierd. Met Beenhakker en Bosveld en Aldo Knuiten. En hoe kwamen ze hier, Wil? Ja, dat was nog via de vorige eigenaar. Was een vriendje van Bosveld. En toen zijn ze hier terechtgekomen. Wil, ik zie daar een half naakte dame staan, daarboven. In Feyenoord bikini. Maar ze stond eerst in een gewone lingerie setje, maar in een beetje Feyenoord kroeg kan dat natuurlijk niet, hè? Nee, precies. In een beetje Feyenoord kroeg hoort ook een Feyenoord bikini. Nou, en die staat er. Helemaal top. Ja, hij is een beetje gehavend. Hij heeft ook nog maar een verhaaltje, geloof ik. Ja, dus na het kampioenschap is dat een beetje door de zaak gegaan. En iedereen heeft erop gestaan en op gezeten en op gegooid. Dus vandaar dat hij een beetje gekreukeld is. Maar dat ben ik zelf ook. Ja, ik zeg niks. Nee. De Pimpelaar ken je ook nog wel of niet? Ben je nog wel geweest in je fijne tijd? Ik ben er geweest in 99, ja. Maar ik ben eigenlijk de feest vergeten. Ja, je bent de feest vergeten? Ja. Dat zegt waarschijnlijk genoeg. Dat zegt genoeg over de selectie die dag, ja. We hebben iets gevierd. Je hebt iets gevierd, hè? Dat begrijp ik. Wie is er in pole position, jongens, voor waar gaan we komende week over praten voor de training van Feyenoord? Heel kort, want het laatste minuutje loopt. Ik heb echt geen flauw idee. Dat is niet een hele bekende naam, maar leuk dat je die opwoordt, ja. Ja, ik vind Henk Vreese blijft... Henk Vreese, oké. Okay. Ja. Ja. Heb jij nog een nieuwe naam? Ja, jij hoeft niks te vinden. Nee, maar Dennis, ik denk van niet, want anders hadden ze hem toch al benaderd. Ja. Hebben we nog een Deense hij naam, hij toch, Henk Vreese, die kunnen ze toch benaderen? Nee, ik heb geen Deense naam. Geen verrassende Deense naam? Nee, dat heb ik niet. Niks in het buitenland? Oké. Goed, we gaan het afwachten wat deze week allemaal gaat gebeuren. Tot zover deze FC Rijnmond. We zijn naar het hele weekend op Radio Rijnmond met al het voetbal uit de Eerste Divisie en de Eredivisie allemaal te volgen. Maandag geen FC Rijnmond, dan begint namelijk Tennis Plaza. Een week lang presenteren we dan de Tennis Talkshow vanuit Ahoy. Dus graag tot maandag. En tot slot van deze uitzending, omdat het zo leuk was, nog één keer de dochtertjes van Royston. En natuurlijk, was het nou Lady of the Vagebond of was het nou Assepoester? Nou, fijn weekend. Die muizen nou, joh. Wacht even, waren muizen? Nee, geen Mickey Mouse. Hoe heet die dingen nou, joh? Hoe heet die muizen ook weer, die dikke film met die muisjes? Nee, stop maar. Een Lady en de Vagebond. Is het toch Assepoester? Zeg maar doei. Zeg dag. Ik zou zo kijken, doei. Goed zo.